Hallo, ik ben Marloes en samen met al deze leuke mensen ben ik onderdeel van het Practoraat MBO Media Wijsheid. Ik heb onderzoek gedaan naar de EduTool Flip. Flip is een platform waar het mogelijk is om video's te posten, contact te maken met andere gebruikers en om van elkaar te leren. Dat werkt voornamelijk binnen een veilige groep. Ik wilde dat onderzoeken om te kijken of ik als docent een extra manier kon vinden om de studenten verslag te laten doen van bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek of een gastles of een stagedag. Op de site van Flip kan je een account aanmaken door middel van je Google account of je Microsoft account. En vervolgens kan je daarin een groep creëren. En je ziet hier aan de zijkant een klein menuutje met camera, mijn video's, mijn groepen en dus ook meteen een plusje voor een nieuwe groep. Als je een nieuwe groep aanmaakt, kan je hier naar dus create a group of join a group. Join a group, dan heb je weer een code gekregen. En ik heb dus gedaan create a group. Dan kan je hier kiezen wat is het voor, wat is het voor groep mensen. Nou, wij hebben het natuurlijk over de classroom. En dan kan je hier van alles invullen, vocational, en dan kan je hier de groepsnaam invullen. Nou, laten we zeggen test, dan bestaat de groep en dan kan je hiermee aan de slag. Je kan het verschillende achtergrondjes geven, verschillende achtergronden, nou hier kan je mee spelen. En dan kan je zeggen create. En dan heb je de groep. Als je nu dus deze groep, als je hiervoor mensen wil uitnodigen, kan je er hierboven voor kiezen om het op bepaalde manieren te delen. Je kan de invite link kopiëren. Dat heb ik gedaan. Die heb ik bijvoorbeeld in Teams gezet. Maar die kan je ook naar studenten appen. Of het hangt er vanaf op welke manier je met de studenten communiceert. Wat ik wel heb gedaan, en dat is misschien wel een belangrijke, is only people you approve. Omdat anders het risico bestaat dat de studenten het delen met studenten van met vrienden of familie van buiten de school. En dat creëert dan natuurlijk een, dat is niet de bedoeling, dat creëert onveiligheid. Dus ik heb dat op deze manier gedaan. Wat belangrijk is om te weten is dat je de video's ook direct in het programma opneemt. Het is dus niet zo dat je zelf een filmpje maakt wat je in dit programma kan bewerken. Je gaat echt in dit programma aan de slag. Als je hierop klikt, dan zie je bijvoorbeeld dat de camera aangaat. Dit ben ik. Hoi. En je kan op verschillende manieren creëren. Je kan dingen toevoegen. Je kan achtergrondjes toevoegen. Je kan aan het einde nog gifjes toevoegen of stickers. Er is van alles mogelijk. Ik heb een voorbeeldje hier ook opgenomen om de studenten zelf even te laten zien van wat er kan. Om eventjes te laten zien en een beetje mee te spelen van hey, wat is er nou allemaal mogelijk. En dit is het filmpje van een van mijn studenten. En wat je dan ziet, is dat je ook aan de zijkant daar direct op kan reageren. Dus mijn student had een filmpje gemaakt. En ik heb hier dus gezegd van nou, dat heb je ontzettend leuk gedaan. Dit is echt jouw talent. Het is een hele creatieve student. En daar kan je dus ook met elkaar communiceren. Wat belangrijk is als je met Flip aan de slag gaat, is dat je met de studenten goede afspraken maakt. De groep is alleen maar voor leerlingen uit de klas, studenten uit de klas, niet voor mensen van buiten. Maar er zijn toch altijd studenten die het bijvoorbeeld lastig vinden om zelf in beeld te komen. Wat ik met die studenten heb afgesproken is dat zij niet in beeld hoeven te komen, maar dat zij gebruik kunnen maken van animaties of op een andere manier een filmpje kunnen bewerken, zodat zij zelf niet echt in beeld zijn. Of de studenten als zij echt bezwaar er tegen hebben om niet deel te nemen hieraan, om geen filmpje te maken, dan is dat ook een optie.
Het is echt een extra methode om verslag te leggen van iets wat de studenten hebben meegemaakt en waar zij op mogen reflecteren. Dat is een hele belangrijke tip voordat je met Flip aan de slag gaat. Ik hoop dat je iets aan mijn filmpje hebt gehad. Ga er vooral lekker zelf mee oefenen. En als er vragen zijn, dan weten jullie mij te vinden via de website van MBO Media Wijs. Succes!